ervoor, of Hemmen met een schotje. Maar daar dus maar één screentje is weer genoeg. Nou, het seizoen is in ieder geval nog lang. Wordt natuurlijk allemaal beslist zo in april, mei. We hadden voor het hier in de post. De wedstrijd gelukkig weer verder. Hoekje is goed. Ja. Bal dus in het wit spelend van rechts en links. Leiden gaat de andere kant op. En lekker onlangs paasje op Elsegier. Oh! En ja. Leiden maakt tempo alweer. En Elsegier, jumpertje. Ja, jammer, maar daar zit hij weer. Rutherford en weer Elsegier. Met een beetje dat trekshot. Misschien de rente aan basketball. Je wint niet alle wedstrijden. Maar goed, misschien met, tegen Leiden al. Dat is ook wel lastig. En, dat is waar. Ja, op die prachtige blokshot ondertussen van Elsegier. Rutherford in de post. Linkshoekje. En ook zijn linkerhoekje gaat erin. Rutherford is... Lekker met zelfvertrouwen speelt hij nummer 9 van Leiden. Een driepuntje valt niet. Dat is wel een rebound. Gestipt of niet? Nee. Inside, goede paas. Daar is het druk. Daar is het druk, zei ik net tegen Wilson. Maar die luisterde natuurlijk niet. Hier is het hem. Kan ook. Ja, dat is behoorlijk wat. Ja, het is absoluut een compliment aan de opleiders bij bal. En dat is natuurlijk niet alleen van Gerwa en van Rikic. Maar er zit ook weer een heel team achter dat ze spelers afleveren voor het Nederlandse en Belgische profbasket. Changer die zich een beetje vastloopt daar. Ja, met moeite. Botuli kijkt dan naar de scheidsrechter. Lijkt me niet terecht. En gepusht door Leiden. Gaat hij schieten, Wouwknecht? Ja, zeker. En hij... Dat soort dingen. Ja, dus ik kan ook gewoon zeggen dat de tweede kwart, als er niks geks gebeurt, dan is het de bal voor bal. Oeh, lukt die? Oeh, ja, nou ja, 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 dat was een, toch een assist denk ik van Kruithof. Maar verdeelde het spel toch ook wel heel aardig. Hier schaft er naar met een verre haakworp die goed valt met 0,2 seconden op de schotklok. Ja, ik wou al denken vragen, ja, hoe bleef het? Meteen een turnover bij de inbound, terwijl er helemaal niet zoveel druk was van Leiden. 6 man gescoord bij balpas 3. Ja, heeft dat in huis, Kruithof. Ik weet niet of het de oude broek van Rudy is, dat zal waarschijnlijk niet. Hier nummer 12 is het Wilson, bal blijft bij Wiert. Maar het ging inderdaad wel heel snel dat allebei de teams in de penalty zaten. Hier komt de bal de paint niet in, daar zit de nieuwe pointcard Roland Schaftenaar die hem terugkrijgt. Ja, en dan ook inlegt. Van Bree, balletje valt niet. Ja, die komt... Niet het scoren, hier geblokt. Rutherford en dan op het lichaam geblokt. Ja, niemand in de hele wedstrijd meer dan 2 P's. Daar is op zich de wedstrijd ook niet naar. Drietje van Hammond is goed. Ja, 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 schieten. Ja. Elsegier met een schotje en is succesvol in de face. Er liepen natuurlijk wel een paar spelers van bal wat meer naar voren dan van de tegenstander van Leiden. Good point. Daar een mooie spin rondom Van Bree, maar niet kunnen afwerken door Tolel. En die spieren allemaal kwijt in die broekjes. Een beetje het Rudy de Jong probleem. En daardoor kom je ook zo hoog. En dan ging Rutherford denk ik voor de dunk. Werd er afgestopt. Staat nog steeds bijna. Nog een keer voor de dunk. En... Want als straks het kruid op is in het vierde kwart, dan kan het wel eens een hele nare uitslag worden. Want het derde kwart duurt ook niet zo lang meer. Alley-oop! Oh! Ja, voor mij gaat Ververs nu naar 8 assists. Kan tot een dubbel-dubbel komen, want hij heeft in ieder geval al 11 puntjes te pakken. Marijn Ververs en goed gezien daar, goed uitgekropen. En Leiden geeft gas, time-out, ja. Een reset van de schotklok naar 14. En nu ziet het goed mensen, 100 punten gescoord in deze wedstrijd. Maar wel een driekwart voor Leiden, iets meer dan dat, doordat hem het nu raak schiet. En goed ingesneden van Lucas Kruithof. En de out of bounds place. Gaan we van de Velsen krijgen? Nee, ja. Van de Velsen snel misschien heen. Paast uit. Oh, Schaftenaar in de post. Even met linkerhandje eromheen. En we krijgen weer Schaftenaar in de post. Even kijken of we een hoekje halen, maar er komt er een hoekje. En die gaat er ook in. Schaftenaar in de dubbele cijfers. Koes over de Grandmaster gesproken. Nee, hij neemt het drietje niet. En goed doorgestapt. Fenskoes, linkerhandje afgemaakt. Vreest denk ik de lange armen van Tolel, dus bedenkt zich. 2 seconden. Mooie bal hoor. Ruben van der Nelsen. Ja, die had...